Het nieuwe jaar is alweer even bezig, maar vanmiddag wordt hier in Herpen in het slotje getoast op 2024 door de dorpsraad en diverse muziekgroepen. Gelukkig en gezond nieuwjaar, dan wil ik graag met jullie in het klasse treffen. Proost! Beste mensen allemaal, heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie hier met zoveel zijn. Nieuwjaar, maar toch wil ik graag even terugkijken. Terugkijken naar het vorige jaar waar wij als dorpsraad overal bij betrokken waren. Er gebeurt heel veel. Kijk maar, dus het plan Billingendaal is in wording. Ja, het plan is er. En zo meteen verder. Het slotje hier, kijk eens om ons heen. Hoe hard die mensen, die vrijwilligers, gewerkt hebben hier het afgelopen jaar aan dit hele mooie nieuwe onderkomen. We gaan hopen we nog lang van te kunnen genieten. En eigenlijk wil ik vragen of we een applausje willen geven voor alle vrijwilligers hier aan de slotje werken. Dank je. Ook zijn er stichtingen opgericht te helpen. Stichting Open Club bijvoorbeeld, die het sporten en het hand in hand gaan ontmoeten daarbij op ons sportpark gestalte gegeven. We hebben Bio Overlangen niet te vergeten. Bio staat voor Power in Overlangen. En daar zijn een aantal mensen plannen aan het maken om daar van de school en nog van een ander bouwplan meer mooie woningen te realiseren. We hebben in Overlangen ook een stichting Honk op zien richten. Die gaan zorgen voor het nieuwe onderkomen voor ontmoeten en sporten. Een soort van multiculturele plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Er is een stichting Zonnepark opgericht om te kunnen kijken of we op de plaatsval in Herpen zonnepanelen kunnen realiseren. We zitten in een dijkverbetering traject, want we willen over 50 jaar nog steeds droge voeten hebben. De Sint-Sebastianenstraat is gereconstrueerd. We hebben het resultaat allemaal kunnen zien. En de verbreding van de A50, daar zitten we als dorpsraad ook bovenop om te kijken of dat niet de leefbaarheid van ons dorp schade gaat toebrengen. Dan hebben we ook op het sociale gebied, er is een sociale agenda. En het land van Herpen, die werken heel nauw samen met ons welzijn. En je ziet hier altijd affiches van alle activiteiten die hier op het gebied van ontmoeten gerealiseerd worden. Graag aantreden de voorzitter van de muziekvereniging Sint-Hubertus. Geef ik het woord aan de voorzitter van de muziekvereniging, Jos van Rijsselenberg, die twee jubilarissen wil huldigen. Heel erg lang lid zijn van onze muziekvereniging. Jos? We bestaan 94 jaar en elk jaar is er wel iemand die 20, 25, 50 jaar lid is. Dit jaar hebben we twee leden die we bijzonder graag in het zonnetje willen zetten. Rob Rijs, onze drummer. Maar we hebben ook Tini van Boeko, 65 jaar lid. Rob, van harte gefeliciteerd. Hoi Tini. Hier sta je dan. Hou het maar klein, zei je woensdag nog. Zo bijzonder is het toch niet? Nou, ik kan je verzekeren dat het heel bijzonder is. Voor onze vereniging ben je het eerste lid dat actief deze mijlpaal haalt. 65 jaar. Laat dat eens even inzakken.
Thank you.